Koos, jij bent, als ik het goed heb, begonnen als bassist in een rockband, hè? Ja, ja, klopt, ja. Wat was dat voor een band? Nou, dat is een, we waren een jaar of 16 en dat je daar allemaal met je vriendenclubje een beetje een idee krijgt. Ik kom zelf uit een gezin waar niet heel veel muziek gespeeld werd, maar wel heel veel muziek gedraaid werd en heel veel geluisterd en wel alle stijlen. Het, er werd veel jazz gedraaid, Chet Baker, Mulligan, en maar aan de andere kant werd er ook veel popmuziek gedraaid. En mijn ouders die luisterden weer vrij veel klassieke muziek, dus dat was al een beetje met de paplepel ingegoten. Maar ik had het geluk dat ik een vriendenclubje had waar iedereen gitaar speelde. En op een gegeven moment hebben we het besluit genomen dat we daar eens een bandje mee zouden gaan oprichten. Nou, en meestal zijn die bandjes wel gedoemd te mislukken, maar wij krijgen het dus nog aardig van de grond. Weliswaar allemaal als autodidacten, maar we krijgen het goed voor elkaar. Hoe heet het band? Nou, die heeft verschillende namen gehad, maar uiteindelijk stonden we dan wel bekend als Downcast. Maar dat was vrij onbetekenend. Ik geloof dat het verste waar we gespeeld hebben was Groningen vanuit Rotterdam. Okay. En nou, dat speelde dan zo bluesmuziek. Maar ook veel eigen muziek maakten we toen al. En het grappige is dat, dat we zien elkaar nog steeds allemaal. Dus eens in de zoveel tijd hebben we nog steeds wel een reunie. Ja. En, maar dat is meer de gezelligheid. Ja. Maar vanuit daar ben ik naar de muziekschool gegaan, op een gegeven moment toch mijn les te gaan nemen. En via mijn toenmalige basgitaarleraar, Henk Sprenger, dat is ook een bekende gitarist hier in Nederland, die heeft toen gezegd, misschien moet je wel eens naar het conservatorium gaan. En dat ben ik toen gaan doen. Ja. Alleen waren toen nog geen jazzopleidingen, dus ik moest wel de switch gaan maken naar contrabas en klassiek gaan studeren om überhaupt naar het conservatorium te kunnen. Ja, was dat een grote stap vanaf de rock'n'roll? Dat was wel een grote overgang. Maar ik vond het wel heel erg leuk. En, maar het was natuurlijk een tijd van heel hard studeren. En ook echt alleen klassiek gaan studeren. En ook toelatingsexamen doen voor klassiek. Het was geen jazzopleiding, dus je moest echt klassiek gaan studeren aan het conservatorium. Ja. Ja. Ben je in de tussentijd wel zeg maar andere soorten muziek, jazz of pop of wat ook, blijven spelen? Ja, ja, altijd, altijd. En ik raakte ook door de muziekschool, kwam ik in aanraking met zeg maar jazzmuzikanten in Rotterdam die ook weer via de big band ook weer aan het spelen waren. En op die manier rolde ik opeens in allerlei jazzorkestjes waar ik ook niet echt veel ervaring had op dat moment. Maar daar rolde ik heel snel in. En ja, toen is het heel snel gegaan. Want ik kwam toen bij Barend Petersen te spelen. En daar speelde Arno van Nieuwenhuizen, die hier ook op de cd drumt, al. En met de groep van Barend, Sessie Bon. En toen waren we, ik denk net 19 of 20 in die leeftijd, deden we mee aan het Laren Jazz Concours. En dat wonnen we toen al. Ja. En, toen is het echt in een soort stroomversnelling gegaan. En er is heel veel, eigenlijk heel veel gaan spelen. Ja. 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 Je begon natuurlijk in een popband. Ja. Dat is geweest ergens in de jaren 60, denk ik. De jazz was toen toch, nou ja, voor die leeftijd. Weet je, als je toen 16 of 17 of 18 was, was de jazz niet de meest voor de hand liggende muziek. Zeker in die tijd, hè? Nee, dat was het niet. Maar doordat ik via de muziekschool met heel veel jazzmuzikanten in aanraking kwam, is die overstap eigenlijk ongemerkt gegaan. En in die tijd was er natuurlijk veel fusion aan de hand. Jazzrockmuziek in die tijd. En dat speelden we. En ja, verlievelee met dat dan toch fusion. En gingen Wayne Shorter stukken spelen. En Dizzy was in Rotterdam opeens heel erg populair. Dat kwam in opkomst. En daar speelden we ontzettend veel. Ja. En dat, ja, op een gegeven moment deed niks anders meer dan jazzmuziek spelen. Ja. Ja. Dat ging eigenlijk ongemerkt. Had je toen enorme helden, ook op jazzgebied? Echt? Nou, en de helden voor mij zijn altijd wel geweest. Zeg maar, de eerste echte contact was toch Hancock. In die tijd waren de headhunters van Hancock waren toen heel erg in. En via, dan kom je natuurlijk al heel snel weer bij Miles en bij Coltrane. En Hancock is altijd wel een held van me geweest. En Bill Evans is altijd wel een ontzettende held van me geweest. Ja. Nou, nogmaals, een Miles, dat sprak vanzelf. Ja, dat is toch een constante waarde eigenlijk altijd. Ja, constant. En ook in de tijd dat hij dus overstapte naar de fusion, waar dus heel veel mensen afhaakten, ben ik niet afgehaakt. Nee. Dat was echt wel echt heel erg te gek. Maar vanuit thuis, omdat er toch ook wel veel Chet Baker gedraaid werd, kende ik dat, Chet Baker kende ik natuurlijk eigenlijk al vrij goed. En dat vond ik eigenlijk ook fantastisch. En dat,
Dus ik was niet helemaal onbekend met jazz natuurlijk. Vanuit huis had ik het wel vaak genoeg gehoord. Ja, ja, die elektrische Miles in die periode waar hij toen mee begon. Mm. Dat kon inderdaad bij de oude Miles Davis fans, die laten we zeggen van de bebop hoek kwamen. Kon niet overal op veel begrip rekenen, geloof ik. Nee, maar misschien was dat maar misschien was dat toch wel het voordeel van onze jeugd of zo. Dat je toch ook met popmuziek en rockmuziek al opgegroeid was. Ja, want ik vond het de gekke muziek natuurlijk in die tijd. Ja. En vanuit die periode je een paar grotere stappen maakte. En dan kom je natuurlijk ook weer gauw bij Weather Report terecht natuurlijk. Bij Zamenu, die natuurlijk ook uit die hoek kwam. Ja. En dat vond ik ook al fantastische muziek. En natuurlijk, nou ja, goed. Op een gegeven moment komt natuurlijk dat tijdwerk van Jacob om de hoek kijken. En dan ben je natuurlijk helemaal plat. Ja. Dus was Pastorius wat dat betreft een voorbeeld voor je? Want dat zou geweest zijn toen je studeerde dat hij kwam. Ja, 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 eigenlijk, dat was ook al via een Rotterdamse bassist. Dat was een amateurbassist, maar overigens wel een fantastische. Die bracht mij op heel jonge leeftijd al in aanraking met James Jameson, de bassist van Motown, die alles inspeelde. En eigenlijk ook wel de boel op zijn kop heeft gezet, zeg maar voor het basgitaar spelen. En ik denk dat wel mijn allereerste grote held was. Ja. En wat ik zei, Paul Jackson, die in die tijd bij Hancock in de Headhunter speelde. Nou, daar ben ik nu nog steeds fan van. Ja. Dat zijn zulke fantastische bassisten qua feel, hoe die mensen spelen. Ja. Daar let je nog steeds op. Dus ja. En is dat een stijl die je kunt vergelijken met wat toen, laten we zeggen, ineens behoorlijk populair werd in die fusion? Met een beetje het funkachtige bassen? Of is dat echt een andere, meer klassieke stijl wat zij hanteren? Bedoel je? Wat, van die bassisten. Van die James die je noemt in... James Jameson? Ja. Ja, hij was eigenlijk wel een beetje de grondlegger ervan. Want die zat natuurlijk al voor dat de Headhunters begonnen, was hij al bezig. Want ik denk dat hij de eerste bassist was, eigenlijk zeg maar begin 60 jaar al. Al die Motown muziek deed hij eerst op contrabas. En daarna, hij heeft al die Supremes plaatjes, Jackson 5 plaatjes in het begin heeft hij al. Nou, hij speelde alles. Ja. Funk Brothers, hè, dat is ook zo'n... Zo'n beentje. Die bepaalde eigenlijk de hele sound over Motown. En, ja. En als je dat volgt en je duikt daar een beetje in, en dan lag je ook wel te wachten tot het volgende plaatje uitkomt. Mm. Dat wilde je dan wel uitzoeken. Ja, ja, leuk. Hey, je bent klassiek contrabas gaan studeren. Ja. Heb je daadwerkelijk ook in klassieke settings gespeeld op de contrabas? Nou, via het conservatorium wel. Ik heb een professioneel. Ben ik nooit klassiek gaan spelen. Want mijn hart lag gewoon bij de jazzmuziek en de fusionmuziek. En daar ben ik ook altijd professioneel aan het werk geweest. Maar ik speel nog steeds klassieke muziek op de dag van vandaag. Ik strijk nog steeds veel en ik blijf het prachtige muziek vinden. Ja. Ja. Is dat voor het studeren een voordeel dat je dat doet? Ja, of vind ik wel. Voor je techniek en voor je, zeg maar, voor je vaardigheden en ook zeker voor je breedheid in de muziek, je waardering over muziek. Ik hou er niet van om in smalle straatjes te denken. Ik bedoel, ik ben niet iemand die alleen maar van bebop houdt. Ik vind fusion muziek en ik vind klassieke muziek eigenlijk, als het allemaal goed is, dan hou ik ervan en draai ik het ook. Ja, de klassieke muziek is de contrabas natuurlijk toch, ik wil niet zeggen onderbelicht, het is natuurlijk een prominent instrument, ook in een symfonieorkest. Maar goed, in de kamermuziek kom je het natuurlijk bijna niet tegen. Nee. En er is natuurlijk wel wat repertoire voor contrabas, voor solo, maar... Nou, ik moet je wel zeggen dat het niveau van klassieke contrabassisten, solisten, dat is schrikbarend hoog, hoor. Ja, dat is echt, als je, ga maar eens filmpjes kijken op YouTube, dan weet je niet wat je hoort. Het is echt dat instrument is echt wat dat betreft al met een inhaalslag bezig. Het is echt ongelooflijk hoog niveau. Ja. Ja. Maar zou dat kunnen betekenen dat er ook meer nieuwe klassieke muziek voor de contrabas gaat komen? Laten we het hopen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet erg bekend ben met het hedendaagse nieuwe repertoire voor contrabas. Maar je mag het haast wel verwachten. In ieder geval hoop ik het. Ja. Er lopen echt fantastische strijkers rond. Ja. Ja. Ja, en als er daarvan maar eentje een soort bekendheid krijgt, dat heb je natuurlijk ook gezien met andere instrumenten die op een zeker ogenblik een soort sterspeler nodig hadden om componisten aan te zetten om bijzondere stukken te gaan schrijven. Zo natuurlijk. Dat is natuurlijk zo. Ja. 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 En toen ben je op een zeker ogenblik natuurlijk met eigen bands ook begonnen. En met eigen ensembles en eigen
clubjes waar je mee speelde na de popgroep waarmee je begon en de conservatoriumopleiding. Ja, ook heel veel als gewoon als sideman was iedereen natuurlijk en zeker als je ritmesectie bent natuurlijk. Maar op een gegeven moment ook wel met trio's. Ik heb vrij lang in een Nederlands trio gezeten, dat heette Introduction. Dat was een dat was eigenlijk wel in die tijd wel een trio wat redelijk aan de weg timmerde. Dat had erg veel werk en daar speelden we ook heel veel mee. En daar heb ik eens een tijd bij gespeeld. En dat was wel een beetje het swingrepertoire en dat knalde ook behoorlijk goed. En daarna heb ik nog heel lang met de Nederlandse pianist Johan Clement een trio gespeeld. Waar we heel veel in België mee gespeeld hebben. Ook veel buitenlandse solisten mee begeleid hebben. Allerlei concertsituaties waar we dan mee gespeeld hebben. En daarna ook weer heel lang als sideman gespeeld. En daarna pas eigenlijk, ik denk pas sinds een jaar of 10 dat ik eraan ben begonnen om mijn eigen band en mijn eigen repertoire te gaan doen. Ja. En dat is de Koos Wildenburg Group? Inmiddels. Ja. Heeft die steeds zo geheten of had je eerst een andere naam ervoor? Ja, het is een beetje ontwikkeld tot de Koos Wildenburg Groep. Dat is eigenlijk ontstaan na het optreden dat we hadden op het Noord Sea Jazz Festival. En toen hebben we die naam eraan gehouden. Okay. Verder, ik bedoel, het hoeft voor mij niet de Koos Wildenburg Groep tijd. Maar goed, ik schrijf nou toevallig al de muziek. Maar ik vind wel van deze band, het is een, en dat wil ik er ook altijd met klem bij zetten, het is wel een collectief product. We werken er allemaal heel hard aan en ik vind het... Het is niet terecht als je daar alleen maar de credits voor neemt. Want iedereen heeft daar een verschrikkelijk groot aandeel in. En zeker met deze productie. Met name Eve en Thomas hebben hier verschrikkelijk veel werk ook in zitten. Ja. En dat is ook wel te horen. We hebben er ook 2 jaar aan gewerkt met z'n allen. En dat, Want je hebt in je band zit Eve Albers. Ja. Een van de beste gitaristen van Europa, toch? Ja, vind ik wel. Dat kun je rustig stellen. Ja. Leo Jansen, toch waar Rempel niet de minste saxofonist die we in het land hebben rondlopen. Nee. Arno van Nieuwenhuizen, die je natuurlijk al heel lang kent. Ja, die ken ik al heel lang. En drumt bij het Metropoolorkest, maar natuurlijk een weergeloze drummer is ook. Mamour Sek en Thomas Soetelier. Ja. Het is toch een club mensen, dat is echt geweldig. Het is ook een groot plezier om met die mensen te werken, absoluut. Ja. En Mamour is ook een is vrij onbekende percussionist uit Senegal, maar het is een fantastische percussionist. En Thomas is, naast dat hij ook ontzettend goede gitarist is, ook echt ongelooflijk handig met alle opnames. En dat heeft het ook mogelijk gemaakt dat we, Thomas en ik hebben dan samen zo'n beetje wat dan spullen om de boel op te nemen. En hij heeft daar gewoon ontzettend handigheid in. Waardoor we het ook heel relaxed thuis allemaal op kunnen nemen. En niet gebonden zijn aan studiouren. Ja. Dus als wij met de club willen gaan werken, dan kiezen we onze tijd ervoor. En dan kan je eigenlijk gewoon aan de gang omgaan. Ja, en als we willen stoppen, stoppen we. En als we doorgaan, gaan we door. Ja. Ja. Dus er is helemaal niets in de studio opgenomen. Alles is gewoon echt thuis in de huiskamer. Ja, okay. En de rimsectie is wel voor het overgrote gedeelte. Het is wel een productie, maar we hebben het niet zo willen produceren alsof je zeg maar helemaal een popplaat dat je echt laag voor laag opbouwt. Dus de rhythmsectie is in principe gewoon altijd live opgenomen. Mm-hmm. In principe, dat hebben we altijd zo gedaan. Ja. En dat deden we veelal wel bij Arno thuis in zijn drumkelder, omdat dat toch gewoon wat beter klonk. Natuurlijk, ook. Dus daar speelden we dat in. En daarna zijn we gewoon zeg maar, de lagen erop gaan zetten en dingen. Maar altijd wel vanuit gaan dat het altijd wel dat live gevoel moet blijven houden. Het moet niet kapot geproduceerd zijn. Of dat je niet hoort dat als er een solist zit van maar die heeft over een rhythmtrack gespeeld die niet weet wat er aan de hand is. Nee, precies. Ja. Dus dat is niet, dat is zeker nooit gebeurd. Nee. Thank you.
Want het is echt een club, zeg je, hè? Jullie werken echt samen. Maar jij hebt wel op één na alle stukken geschreven. Ja. Ja. Hoe komt zo'n stuk dan verder tot stand? Gaan jullie het een paar keer live spelen? Of ga je overleggen met elkaar? Of hoe Vaak wel gewoon dat we de stukken eerst zeg maar spelen en opnemen. En dan ben je aan het spelen en dan heb je zeg maar een soort ruwe opname van het stuk. En dan zijn er, elk stuk heeft zijn eigen verhaal. Maar dan is het wel zo dat wij bijvoorbeeld met Eef, Thomas en ik wel weekenden bij elkaar zaten om dan het stuk weer door te nemen. En bijvoorbeeld Eef heeft twee stukken echt een keer gewoon mee naar huis genomen. Echt gearrangeerd van dingen erbij geschreven en of dingen erbij verzonnen. Daarna weer bij elkaar gekomen en dan de arrangementen. En dan vervolgens het stuk weer overnieuw opgenomen in het arrangement. En als we dan uiteindelijk tevreden zijn, zo van nou oké, okay, dit is oké. En dan gaan we door met hoe we het dan verder op willen nemen. Ja. Ja. En schrijf je dan dingen helemaal uit of doe je dat met korte aanduiding of wat ook? Je maakt meestal het raamwerk en de melodie en harmonische verhaal. Sommige dingen werk je verder uit, accenten die je echt wil hebben, die schrijf je uit. Maar als je met zulke, je zei het net zelf, met zulke goede mensen werkt, dan ga je ze ook niet in de weg zitten. Nee, dan moet je ze niet. Dat is niet mijn opzet en dat wil ik ook niet. Nee. Ik wil heel graag dat ze zelf hun gedachten daarover laten gaan. Ja. En dan komt er meestal wel iets heel erg moois uit. Ja. En dan, maar uiteindelijk, ja goed, ik bedoel, voor het eindresultaat ben je dan wel verantwoordelijk. Soms moet je keuzes maken dat je denkt van nou, dat niet of dat niet. Maar het liefst, en eigenlijk gaat het altijd wel in overleg. Je bespreekt dingen. Ik vind niet dat je, als je muziek maakt, dat je daar eigenwijs alleen maar je eigen keuze moet maken. Ik vind dat niet kan. Nee. En de vorige CD is uit 2009 geloof ik, hè? Ja. Ja, uit die periode. En dus hier heb je inderdaad, nou je gaf het al aan, hè? 2 jaar hebben jullie eraan gewerkt. Ja. Echt de tijd voor genomen om het. Ja, om het natuurlijk niet wekelijks altijd bij elkaar. Nou, ging wel periodes. Ja, maar dat was ook het punt toen we deze gingen maken, dat ook de afspraak was. We nemen geen deadline wanneer die er moet zijn. Dus klaar is klaar. En als het een week later is, of een maand later, of een half jaar later, dan zien we dat wel. Ja. Ja. Hey, en uitgebracht op het label Full House, wat jouw eigen label is. Ja, mijn eigen label. Ja. 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 Is dat een welbewuste keus geweest van ik ga het gewoon zelf uitbrengen en geen gedoe, geen maatschappijen, uitgevers of andere dingen? Ja, dat is een bewuste keuze, omdat ik gewoon, ik wil ook niet gedicteerd worden door mensen die, en ook zeggen van hoe dat eruit moet en zich gaan bemoeien met keuzes van het hoesje of met de keuzes van de volgorde of allerlei. Omdat we het ook met elkaar doen, hebben wij ook gewoon besloten om het ook helemaal in eigen hand te hebben. Ja. En niet daar de mening van iemand over bij te krijgen waar we het misschien helemaal niet mee eens zijn. Nee. Het is wel een paar keer gebeurd dat mensen het wilden uitbrengen en onder een label. Ja. En dan als je dan de voorwaarden moet. Doe me niet. Toch maar niet. Nee, gewoon zelf doen. Ja. Doe me niet. Het kan natuurlijk nu ook veel makkelijker. Hè? Ja. Je kan je publiciteit via je website en zo en de verkoop en distributie. Het is natuurlijk al makkelijker dan 20 of 30 of 40 jaar geleden. Dat is in die verstand is dat de fysieke verkoop natuurlijk wel moeilijker is. Ja. Dus, er zijn natuurlijk weinig cd-winkels. Ja. Eigenlijk is de verkoop alleen maar via onze website. Dat is eigenlijk de enige manier waarop we het echt een beetje kunnen verkopen. Ja. En verder, ja, is het ook helemaal niet zo erg op het is zover internationaal of zeg maar een distributie. Ja, dat krijgen wij niet eens voor elkaar. Nee. Als je de tracklisting van de cd langsloopt, of je wandelt er doorheen zeg maar in de cd-speler, dan valt op dat het een mooie afwisseling is van uptempo en wat rustiger nummers. Ja. Met een meer lyrische sfeer erin enzovoort. Dus die opbouw hebben jullie ook echt heel wel bewust zo gekozen om het zo te doen? Ja, dat is wel voor gekozen, zeg maar. De volgorde van de stukken. Kijk, als je de stukken gaat opnemen en je gaat schrijven en maken, dan heb je daar, hou je daar geen rekening mee in het begin. En dan ga je gewoon de stukken schrijven, je maakt ze. En uiteindelijk, er zijn meer stukken opgenomen dan erop staan. Er zijn ook stukken afgevallen die we gewoon niet goed genoeg vonden. Ja. En hebben we er niet opgezet. Maar dan op een gegeven moment heb je dan die 10 stukken. Ja, en dan moet je natuurlijk toch een beetje een balans zoeken van hoe ga ik het doen. Ja, elk stuk heeft zijn eigen verhaal, zei je er straks, hè? Nou, qua opname zeker. Ja, precies. Ja. Is er een raar ding gebeurd met een van die stukken? Een mooi, goed verhaal of een anekdote of iets waarvan je zegt, over 40 jaar dan willen we daar nog over?
Nou, er zijn bepaalde momenten zijn echt heel wonderlijk tot stand. Nou, niet wonderlijk tot stand gekomen, maar die zijn zo moeilijk. Bijvoorbeeld het stuk Time's Up, dat had ik geschreven een beetje in Bill Evans sfeer. Mm-hmm. En Eve heeft dat toen mee naar huis genomen en die heeft het gearrangeerd totdat het nu is. En wat het een ongelooflijk moeilijk stuk maakt, gewoon harmonisch, is het echt een heel erg moeilijk stuk om te spelen. Ja. En wij moesten daar natuurlijk allemaal een solo over spelen. En met name dus... zeg maar op de dag dat we dat, of het weekend dat we bij mij thuis waren om die solo voor even op te nemen. En was het een. Dacht hij, nou, ik ga vanavond wel even zitten studeren. Het was het eind van de avond. Ik zei, nou ja, is goed. En op een gegeven moment ging ik naar bed. En dus de volgende ochtend kwam mijn dochter beneden en die zegt: pap, hij zit nog steeds in de kamer te studeren. Dus heeft hij de hele nacht door zitten studeren. Echt de hele nacht. Ja, hele nacht. En. Vervolgens zijn we dat stuk opgenomen. En nou ja, het resultaat is er ook wel naar. Dat ja. Het is ook een echt ongelooflijk solo wat erop staat. Ja. Het is ongelooflijk. De slagwerken die jullie hebben, Mamour bedoel ik in dit geval. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk ook wel bijzonder dat jullie toch extra slagwerk erin hebben verwerkt. Ik bedoel, je zou normaal gesproken zeggen van je hebt een ritmesectie, dat is traditioneel, nou ja, bass en drums. En dan ben je er. En Arno die kan natuurlijk op genoeg trommel slaan om het vol te krijgen. Maar toch... Ja, maar niet tegelijk. Nee, dat is natuurlijk waar. Ja. Maar toch net die extra touch erin. Ja, maar de sfeer om deze cd is in tegenstelling tot... Nou, in tegenstelling tot die vorige... Heeft wel meer Afrikaanse en Spaanse invloed dan die vorige cd. En daar heb je die percussie heel hard voor nodig. Ja. En Mamour is... we kennen Mamour al langer. Want ik speelde met Eve daarvoor als regelmatig trio en af en toe als kwartet. Maar dan met percussie, bas en gitaar. En dan soms zelfs aangevuld met sax. En dat beviel al heel, heel erg goed. En op een gegeven moment waren de stukken, zoals Sierra Moon en Estrellas, dat waren stukken waar je gewoon percussie in nodig had. En een touchdown. Waar je denkt, nou, daar zit die Spaans, een beetje die Arabische sfeer. Afrikaanse sfeer moet ik eigenlijk zeggen. Dus nou, dan komt Mamour automatisch in beeld. Ja. En dat is eigenlijk gewoon ook een soort de olie die je helemaal tussen alle instrumenten doorloopt. Ja. Het vult naadloos aan. Ja. Ik heb ook niet nergens het gevoel dat het elkaar in de weg zit of zo. Ja. Heb je op de
op de cd of in de opname uitsluitend op de contrabas gespeeld? Of? Nee. Het is, je grijpt ook regelmatig naar de basgitaar. Ja, er zijn 3 stukken op contrabas en ik geloof dat er 3, uit mijn hoofd even, gauw snel, ik geloof 3 stukken op akoestisch basgitaar en de rest elektrisch. Ja. Oh, de akoestische basgitaar. Ja. Ja, precies. Het is een heel mooi handgemaakt instrument. Ik geloof dat er maar 3 van zijn. Die is gemaakt door een Amsterdamse bassenbouwer, Harry Jansen. En die heeft hem toen, had er toen zeg maar een soort prototype van. En daar heb ik er een van gebouwd. En die heeft hij toen aangepast voor mij. En, ja. Het is in wezen gewoon hetzelfde principe als een basgitaar natuurlijk. Ja. Alleen hij heeft een holle klankkast. Ja. En we hebben hem ook akoestisch opgenomen. Ja. Dus het is wel met microfoons opgenomen natuurlijk, in plaats van dan met een element. Ja. Mooi. Ja. Hey, het laatste nummer. Daar moet je iets over vertellen. Feels Like Going Home. Ja. Want het is echt een krachtige uitsmijter toch van de cd. Ja. Ja, dat is wel een oud stuk eigenlijk. Dus, eerder opgenomen ook? Of is het de eerste keer? Ja, ik heb het vroeger wel eens een keer opgenomen. Toen zat er ook tekst op. En toen met de zangeres Floor van Zutphen heb ik het wel eens opgenomen. Mm-hmm. En toen hebben we het weer uit de kast getrokken. Toen hebben we er ook weer een arrangement van gemaakt. En dat is dit geworden. Dat is een stuk wat behoorlijk knalt. Ja. Ja. Dus inmiddels ben je natuurlijk zelf ook les aan het geven, al een hele tijd. Ja. Op het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Ja. Maar jij bent zelf natuurlijk klassiek opgeleid, zoals je vertelde. Maar ook ik heb ook nog de jazzopleiding wel gedaan. Oh, die heb je wel gedaan ook? Ja. Okay. Ja. Want wat jij nu doet aan als docent, zeg maar, is dat echt gericht op jazz of op lichte muziek? Of geef je toch ook gewoon klassiek basles? Ja, ook. Ik geef ook, mijn hoofdvakken schrijf je natuurlijk gewoon jazzles in. Dat doe je ook wel, maar als je zeg maar, de techniek doet, dan pak je ook het strijken aan. Ik vind ook dat je dat als jazzbassist eigenlijk ook wel moet kunnen. Ik wil niet zeggen dat je het altijd moet gebruiken of dat je het hoeft te gebruiken, maar zeg maar gewoon voor je vaardigheden en voor als je een beetje allround wil zijn, dan hoort dat er wel bij. Ja. 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 Hebben we een goede generatie bassisten in de opkomst? Je zei al, hè, dat is een bassisten momenteel een geweldig niveau. In Nederland? Ik vind dat in Nederland niet alleen bassisten. Ik vind dat een stikker van de goede muzikant in Nederland. Het is, als je zo hoort spelen, dat is echt... vroeger keek je altijd heel vaak gewoon naar de Amerikaanse muzikanten. Als je maar riep dat je uit Amerika kwam, dan ben je al bijna aangenomen. Ben je bijna aangenomen, ja. Precies. Ja. Of dat er hier in Nederland rondloopt, is dat niet te geloven zo goed. Ja. Dus ik bedoel, welk gebied dan ook. Als je bassisten neemt of je neemt saxofoon of gitaristen. En als ik er nu 10 op noem, dan doe ik er nog 100 tekort of zo. Er zijn zoveel mensen die zo goed spelen. Ja. Nou, dat is natuurlijk toch ook wel de vrucht van een aantal jaren echt heel goed onderwijs ook. Maar ik denk ook wel dat mensen zich ook wel ontwikkelen. En dat vind ik ook wel bijvoorbeeld in de jazzmuziek in Nederland. Ik vind eigenlijk wel, als je om je heen luistert, dat er wel duidelijk beweging is. En dat het ook wel duidelijk... het evolueert wel. Ik vind wel dat het hangt niet meer alleen maar op de, zeg maar, op de oude traditie van je merkt een songboek of zo. Er zijn zoveel nieuwe stromingen en vaak met onregelmatige maatsoorten waarmee gespeeld wordt. En ook wel een mix met, ook met wereldmuziek wat je vaak hoort en stijlen. Ik vind wel dat er wel heel interessante ontwikkelingen zijn. Ja. Gaan jullie nog spelen om de cd te promoten in het land? Ja, dat willen we zeker doen. We zijn ook druk bezig. Maar voor de zomer, want het is een beetje een ongelukkige tijd. Je zou ook bijna kunnen zeggen, je moet hem niet uitbrengen op deze tijd. Maar we zijn druk bezig om wat optredens te boeken. En dat lukt ook wel. We hebben onder andere nu al iets in het Bolwerk staan, in Sneek. En we spelen in Groningen, hebben we wat staan. Ik heb een principe afspraak met Barto, maar die moet nog een datum. Paradox. Ja. Paradox, ja. En zo zijn er nog een paar dingen die wel in de pen zitten. Maar we gaan zeker spelen met de band. Ja, absoluut. Ja. Nou, daar kijken we naar uit. Dank je wel. Heel graag gedaan.